John, een moeilijk veld vanmorgen om te trainen, of niet? Ja, de voorspellingen waren natuurlijk al daar. Dat we gehoopt hadden in het stadion te trainen, maar dat ging ook niet door. Want er lag ook sneeuw op het veld, omdat het dak nog niet dicht was. Dus uiteindelijk hebben we gewoon op ons eigen veld. Het is niet bevroren, gelukkig. Maar er ligt wel sneeuw op, maar dat is niet ideaal. En zeker niet omdat je morgen natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd hebt. Die we, het is een alles of niet wedstrijd. Kwartfinale, beker, je wil heel graag die halve finale halen, je speelt thuis. En dan wil je het liefst zo goed mogelijk voorbereiden. Maar je kunt alles van tevoren plannen en doen, maar dit is niet te voorspellen. En het is niet anders. Hey, de verwarming die doet het nog niet? Onze veldverwarming doet het nog niet, nee. Die is nog niet aangesloten. Dus daar gaan we sowieso deze winter geen gebruik van maken. Dat is jammer. Hey, morgen tegen Heerenveen, je zegt het al, alles of niets wedstrijd. Gaan jullie met een goed gevoel morgen die wedstrijd in? Ja, dan moet je altijd natuurlijk. En als je dan de laatste wedstrijd weer meeneemt hierin, en dat was dan PSV uit, die heb je weliswaar verloren. Maar ik denk dat we daar met name de tweede helft gewoon heel goed gespeeld hebben. En het PSV moeilijk hebben gemaakt. En dat gevoel neem je mee naar zo'n wedstrijd. Een speciale wedstrijd, wat ik al zeg, voor de beker. En dat is erop of eronder. En dan telt alleen het winnen, CQ doorkomen. En daar zullen we voor spelen. We zijn niet voor niets al redelijk ver in de beker. De clichés van de kortste weg naar Europees voetbal, dat is het doel. En daar willen we morgen voor spelen. En we hebben een goede tegenstander, Heerenveen, die goed uit de winterstop gekomen is. Maar wij spelen thuis en we hebben al eerder thuis tegen ze gespeeld. Hebben ze ook, toen hebben ze eigenlijk te veel gehad hier, vind ik. En we moeten morgen zorgen dat alles wat we in huis hebben, ook in huis houden. En dat zijn niet de punten, maar wel de volgende ronde. Je moet weer wat gaan schuiven ten opzichte van afgelopen weekend, want Kasia die is geschorst. Ga je dat op de oude vertrouwde wijze doen met Van der Heijden achterin, of is dat nog niet helemaal duidelijk? Nee, dat is nog niet. Ik ga nu nog weer niet de opstelling geven. Maar dat we Guram missen is een feit. Die is geschorst na zijn twee keer gele kaart in Eindhoven. Dus dat zullen we op een andere manier moeten oplossen. Maar voor de rest zijn er gelukkig ten opzichte van afgelopen zaterdag geen blessuregevallen bij gekomen. En hebben we in dat opzicht de beschikking over een goede, fitte selectie.